tijd. Reactie op. Ja, ja. Reactie op. Maar geen tijd voor een hele vlog. Ik ook. Reactie op. Dan gaan we naar huis, maar okay. Neem Shaina ook gezellig mee. Ik ga pasta maken, maar ik heb geen zin om heel erg lang in de keuken te staan. Dus... Oh, ik word hier elke keer trouwens zo vrolijk van. Zo, ik schrik me kapot. De volgende vlog. Het is vandaag zondag. Ja, en we gaan vandaag naar de verjaardag van Natanja. Superleuk allemaal. Goedemorgen, we zitten in de auto. We gaan zo naar de verjaardag van Natanja. Alleen Marco, die rijdt bijna nooit in deze auto. Maar gisteren wel, dus echt alles staat en zit anders. Huh? Dat ben ik niet gewend. Ja, die heeft hij uit zijn wagen gehaald. Dat is ook een telefoonstop met. En het is ook vroeg dat we op verjaardag gaan. Dus ik ben nog niet zo gewend van die ochtendverjaardagen. Maar goed, het is gelukt. Ik ben op tijd. Een bed. En ik had echt een slechte nacht gehad. Dus ik ben echt trots dat ik gewoon op tijd aangekleed, opgemaakt, alles ben. Kom maar, ik heb wakker gemaakt. Nou, jij maakte me zoveel wakker. Dus ik ben nog even gaan slapen hoor. Ik lag er natuurlijk best wel laat in, ook gisteren. Hoe laat? Dat ik echt in bed lag, klaar was, was 2:00. Oh, maar 2:00 in de ochtend? Nou, jij kwam om 7:30. Want om 2:00 lag ik in bed, hè. Toen sliep ik nog niet, want dat duurt ook even. Hi! Jaagie ja, op! Ja. Maar geen tijd voor een hele vlog, denk ik ook. Jaagie op! Jaagie op! Oh ja, 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 je hebt gelijk. Hallo, ja, Viet. Hallo. Wie gaat winnen? We gaan weer naar huis, maar neem Shaina ook gezellig mee. Dus dan kunnen de meiden nog even langer spelen. Zit je ook wel in je gordel? Oh, je hebt een strik nog in, ja. Het was Shaina. En het regent nu zo hard. Echt, het is echt stom. We zijn thuis, meiden zijn boven aan het spelen, wou ik zeggen, maar ik hoor ze precies op de trap naar beneden komen. En, hallo! Ah. en ik wilde net hier gaan stofzuigen. Ser was hier net nog. Ik was net een beetje klaar met mijn rondje. En toen kwam ze eigenlijk Shaina ophalen. Maar toen raakte ze weer in gesprek. En dat duurde wel even. Oh, waarom kan ik nu dingen vinden? Marco heeft de vaatwas uitgedaan. Dan ben ik alle dingen kwijt. Dan gaan ze altijd naar andere plekken dan waar ze laden kan. Oh, nee. Ik ga pasta maken. Maar ik heb geen zin om heel erg lang in de keuken te staan. Dus ik ga met de staafmixer dingen klein maken. Dan hoef ik niet zoveel te snijden. Dan wordt het lekker fijn. En ben ik een stuk sneller klaar. We hebben net gegeten en Sarah naar de bed gebracht. Marco is nu naar zijn moeder. Oh, ik word hier elke keer trouwens zo vrolijk van. Kijk, mijn mooie bloemetjes. Met de kaarsjes ervoor. Die vorige was het echt opgegeven en toen heb ik het echt nog geprobeerd van ga ik een bloem aan krijgen. Maar dat ging het hem zo niet meer worden. Dus ik ben zo blij dat er nu nieuwe staan die dan helemaal mooi in de bloei staan. Ik vind dat de sfeer verandert gelijk helemaal in de hele woonkamer door mijn mooie bloemetjes. Ik heb net even flink de schouders eronder gezet en ik ben helemaal blij met het. Dus daar ben ik helemaal happy op. En nu thee aan het zetten en de vaatwasser leegruimen, want aardig staat er gewoon weer vol. Ik kom
elke keer gewoon niet uit. Dat is zo irritant. Dan is de vaatwasser echt nog veel te leeg om aan te zetten voor het avondeten. Dat vind ik zonde. Nou, als er dan een paar dingen gaan met het avondeten is, die gewoon te vol. Dan staat de helft op het aanrecht. Soms kom je elke keer precies mooi uit of einde van de dag. Maar soms kom je ook gewoon elke keer niet uit. Ik vind dat dat zo rommelig als het aanrecht helemaal vol staat. Dus even proberen zo snel mogelijk. En dan hopelijk komt het morgen weer uit. Ik ben er helemaal bij. Echt blij. En ik wil enigszins op tijd naar bed gaan. Dus ik ga nu Sarah haar schoolwerk vanmorgen klaarleggen. Maar we moeten ook schoolwerk ophalen. Dus ik had al met haar afgesproken welk werkje ze zou doen in de ochtend. Dus ik leg alleen die klaar. En dan kan ze gewoon aankleden en zo. En ze heeft gisteren al een werkje gedaan. Ze wilde iets doen wat eigenlijk niet de bedoeling was. Dus we hebben onderhandeld. Ik denk dan heb ik vast één schoolwerkje uit haar gekregen. En dan hebben we... Ja, zo, ik schrik me kapot. Ik wil dus even het licht uitdoen. Kruipt deze vriend op de muur. Echt mega fijn dit. Ik schrik me kapot, want hij zat dus precies langs de lichtknop. Ik ben zo geen fan van spinnen, echt. Hate them. Maar goed, ik ben nu even aan het opruimen. Dan kan ik zo lekker naar bed. Ik ga alles even klaarzetten, ook voor Sarah. Dat schiet echt wel op in de ochtend. Dan gaat het allemaal zoveel sneller. Dan triggert het haar om die dingen ook echt allemaal te doen. Dus dat is heel fijn. En nu ga ik zelf ook lekker slapen. Enigszins per tijd voor mijn doen. Dus ik wil de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!